De laatste foto die je hebt gestuurd, daar geef je aan dat je vooral moeite hebt met verschil in huidtint. Ik denk dat ik van mezelf een, ja, op dit moment wat donkere huid heb van de zon. En zij staat dichter bij de flitser. Je ziet ook rood in de ogen. Dat is licht van de flitser die, ja, de binnenkant van haar oog belicht, technisch gezien. Dus ik heb het idee, omdat ze dichter bij de flitser is, dat zij daardoor ook meer belicht is. Allereerst zal ik de foto neutraal uitwerken, net als de vorige keer. En daarna twee vers maken waarbij de huidtinten bij elke versie correct is. En daarna zal ik in GIMP opnieuw de laag samenvoegen. Er is hier weer een groot verschil tussen het blauwe licht dat is ingeflitst en het warme licht op de achtergrond. Maar dat maakt niet uit. Ik ga me de afstelling focussen op het onderwerp, dat zijn wij. En allereerst zal ik de foto lichter maken. Hier zie je de value, dus de helderheidswaarde. Op mijn hoofd is die 40%, 30 tot 40%. En bij haar zo rond 40%. Nou, die willen we ergens richting de 70% hebben het liefst. Dat doe ik met exposure compensation zoals voorgaand. Ja, haar huid is nu 60 à 70. En die van mij 50 à 60. Ik doe er nog een klein beetje bij. Ja, hier kun je ook zien wat er overbelicht is. Ik ga iets terughalen, want het is wel heel erg fel. Wat kleur terug in de achtergrond. Ik zie dat de donkere delen vrij licht zijn. Dat kun je ook in het histogram hierboven zien. Hij begint pas wel ergens later. Dat heeft vaak met de kwaliteit van lens te maken. Bij zoomlens heb je dat meer dan bij prime lenzen zonder zoom. Omdat er meer compromis zijn in het glas. Ik gebruik hiervoor altijd de tooncurve. Dan zie je dat hij hier begint. Met dit knopje geeft hij ook de onderbelichte delen aan. Moet ik een beetje mee uitkijken dat ik niet te ver ga. Zo. Een stukje terug. En een kleine buiging erin. Dan komt wat. Je ziet het verschil. Komt wat contrast terug in de foto. Mijn gezicht is op dit moment goed. Haar gezicht is een tikkeltje blauw. Ik sla de eerste snapshot mij. Sla ik op, want ik ben nu al tevreden over kleuren. Van haar ga ik even iets anders doen. Even kijken, er moet wat rood bij. Een beetje warmte. Even het verschil bekijken. Nou, het verschilt nog niet echt. Ik denk dat ik ook de belichting wat omlaag moet doen. Zo. Vorige snapshot was niet goed, die haal ik weg. Ja, ik denk dat dit al aardig in de buurt komt. Van mij en van haar. Eens even kijken. Ja. Ik denk dat het zo al beter is. Nu ga ik de lagen overkant heen plakken. Ga ik ze eerst exporteren. Map aan. Mij. Nee, nog iets donkerder. Haar.
open ik weer in GIMP. In jouw geval zou het Photoshop zijn. En dan gebruik ik mijn foto als onderlaag en dan ga ik, ik tik het overheen, ga ik haar gezicht eroverheen plakken. Ik kopieer het hele plaatje over deze heen. Ja, hier zie je twee lagen. Hier zie je dat bij deze versie mijn gezicht te donker is en bij deze die van haar te licht. Ik geef de naam haar. Voeg die layer mask toe die ik de vorige keer ook gebruikt heb. In dit geval begin ik helemaal transparant. En dan ga ik selectief de delen die donkerder moeten worden, ga ik donkerder maken. Dus hier heb je de layer mask. Zwart betekent dat het doorzichtig is. En wit betekent dat het niet doorzichtig is. Als ik ook deze laag laat zien, dan zie je helemaal niets. Terwijl het oogje aanstaat. Maar als ik op het masker wit teken, komt die laag terug. Nou, voor deze laag willen we haar gezicht doen. De opacity breng ik omlaag, dan heb je een soort van overgang. Je schildert iets lichter, dus er is een betere, soepelere overgang, waardoor je geen last krijgt van grote verschillen. Even kijken, wat doe ik verkeerd? Nou, ik zat niet op het masker te kleuren. Nu zie je dat ik de belichting van haar gezicht plak in de originele foto. Dus dit is de onderlaag, de foto die op mijn belichting is waarbij de belichting op mij is afgesteld, en een laag waarbij de belichting op haar is afgesteld. Nou, hiermee is je vraag eigenlijk al beantwoord. Even kijken. Ja, ik voeg de lagen even samen. Masker nog even de nek iets donkerder maken. Ja. Flatten image. Voeg de twee lagen samen. Er zijn nog twee dingen die me, ja, waarbij ik niet weet hoe goed ik dat kan oplossen. Ik zie dat de haren een beetje onnatuurlijke kleur hebben, maar het heeft puur te maken met het licht vanuit de lucht, vanuit de hoogte op onze haar. Daar ga ik zo even naar kijken. Maar ik zie ook dat onze huid nog iets te paars is. Ik ga niet heen en weer tussen die twee programma's, dus dat ga ik in dit programma even aanpassen. Ik maak een duplicaat van deze laag. Samen. Kopieer ik. En dan ga ik daarop de huidskleurverandering toepassen. Colors Curves. Dat zijn de curves die je eerder ook zag. En dan kun je in plaats van alleen de lichtheid, reset, kun je ook individuele kleuren doen. Nou willen we paars weghalen of groen toevoegen. Dus ik ga nu het groene kanaal versterken. Door hier te klikken kan ik in de grafiek zien op welk punt dat is. Dus ik wil op dit punt wat groen toevoegen. Heel klein beetje groen toevoegen. Dan kun je het verschil zien. En het gaat niet om de achtergrond, die haal ik zo weg. Het gaat echt even om het gezicht. Nou, nog iets minder zelfs. En hier zit in hetzelfde gebied. Zie je, onze huid is echt wel bijna ongeveer even donker op dit moment. Even kijken. Nou, het is niet een groot verschil, maar ik maak het net even iets minder paars. Ja, en dat doe ik alleen op de paarsdelen, want wat je hier ziet, is in de nieuwe versie is hier wat groen in de schaduws. Terwijl dat juist bij de originele foto correct was.
wat ik nu kan doen is, ik maak weer een masker aan, een transparant masker. Dus de laag die groener is, dus minder paars is, is niet zichtbaar op dit moment, omdat het hele masker zwart is. En alles wat ik in het zwarte masker wit maak, dat wordt dus groener of minder paars. Ik pak weer een kwast. En ga hier een beetje over de paarse delen heen. Hier een klein beetje. Ik werk met een ongeveer 50% opacity. Dat betekent dat je niet, dat je een paar keer moet klikken voordat iets helemaal doorkomt van de laag. Dus kan je ook kleine verschillen aanbrengen. Omdat ik de twee lagen gescheiden heb, kan ik dus op de individuele lagen nog aanpassingen doen. Nou heb ik het idee dat ik ook wat rood eruit kan halen op deze laag. Hier klik ik op het masker, dat is om het masker aan te passen. Maar als ik hierop klik, kan ik de kleuren aanpassen van de afbeelding zelf, van de laag zelf. Colors, curves, rood. Even kijken hoeveel is hier. En hier, dat ligt heel dicht bij elkaar in de buurt. Onze gezichten zijn inderdaad vergelijkbaar belicht. Nee, dat wordt niet mooier. Ga ik iets anders proberen. Ga ik proberen blauw weg te halen, waardoor het geel wordt. Even kijken. Nou, nee, het heeft allemaal geen voordeel. Ik laat het zoals het was. Ik ga nog een keer de laag samenvoegen. Flatten image. Ik ga nog even kijken of ik nog met de curves nog wat iets mooier kan maken. Iets meer contrast. Want iets te veel. En zo. Dat is nog beter. Haar, ja. Ik ga even kijken wat ik ermee kan doen. Ik denk dat ik er niet veel mee kan, maar ik ga weer een kopie van mijn laag maken. Hier, duplicaat. En kijken of ik daar een betere haarkleur kan maken. Nou, we hebben in deze foto een beetje dezelfde haarkleur. Terwijl die van haar eigenlijk wat donkerder zou zijn. En kijken wat ik kan doen. Colors, curves. Even kijken, ja, het is wat te oranje. Misschien wat blauw toevoegen. Nee. Ik denk niet dat ik het beter kan maken dan het is. Wat we nog wel kunnen doen is mijn huid beter maken. Hier hebben we een healing tool. Dat lijkt een beetje op die stamper, op die clone tool. Maar dan, die is iets slimmer. Die kan texturen herkennen en namaken. Dus als pak ik hier een gezond stukje uit, Ctrl-klik, en die plak ik hier, tak, tak. Nou, dat is gewoon een moedervlek. Tak. Nou, ik heb hier wat last van scheren gehad volgens mij. Ook weg. Even herkijken. Moedervlekken vooral. Nee, verder geen zichtbare huidzaken. Vooral moedervlekjes. Even kijken hoor. Ja, en de ogen. De ogen zijn rood. Komt dus door de flitser. Dus de binnenkant van je oog is rood en die wordt beflitst. Hoe kan ik dat het beste doen? Ga ik eerst de laag even samenvoegen. Flatten image. Maak er even een kopietje. Dan kan ik altijd terug.
Ja, twee manieren. Ten eerste kunnen we de kleur eruit halen. De bovenste laag kunnen we veranderen naar saturation. Saturation is de hoeveelheid kleur die er ergens in zit. Als ik nu grijs selecteer en ik ga hierop verven, dan gaat de kleur eruit. Dat willen we eigenlijk alleen op de, hoe heet het, pupil. Nog iets kleiner. Kijk, zeg 30. Nou, ik doe dat best iets omlaag. Oké, dit is dus alleen de saturatie die ik nu doe. Dus ik haal het kleur eruit, ik maak het nog niet donker. Oké, die maak ik even onzichtbaar. Ik maak nog een kopie van de laag. Die doe ik bovenop en dan zeg ik value, dus de lichtheid. En dan pak ik een bijna zwart kleur. Die ga ik overheen. Wacht even, ik mag wel iets hoger op bestie. En als je dat zo meteen gaat combineren, even kijken, dan ja, het lastig is, je ziet een oh nee, van afstand ziet er goed uit. Oké, nee, ik dacht dat er problemen zouden komen, maar dat is geen probleem. Ik heb nog even bij mijn ogen. Dat is omdat ik van zo dichtbij keek. Er zit ook wat rood. Doe ik eerst de saturation nogmaals. Haal ik de kleur eruit. Kijk, waarom ik dit doe is omdat ik de textuur wil bewaren die erin zit. Er zit zeg maar de korreligheid van de foto. En als je dat niet doet, krijg je van die rare zwarte. Rare zwarte, ja, alsof het opgeplakt is zeg maar. Ziet er wat natuurlijker uit dan als je gewoon zwart erop verft. Er zit een kat naast me, dus misschien hoort hij af en toe spinnen. Ja. Wat ik nog zou doen. Even kijken, je gebruikt 2x3 aan als aspectratio van de uitsneders. Ik zie hier nog een donker hoekje. Het is puur subjectief, maar ik zou denk ik dat er iets uithalen. En haal ik aan de linkerkant weg, omdat onze ogen die kant op gaan. En meestal wil je zeg maar in de kijkrichting of de rijrichting of iets dergelijks, wil je meestal ruimte overhouden. Dan haal ik net het hoekje eraf. Ja, ik ga hem even weer plat slaan. Flatten image. Tot één laag. Exporteren. Samen een .jpg. Dan kunnen we ze nog een keer naast elkaar houden. Originele foto. En zo is hij geworden. Van dit naar dit.